Ik heb de termen knotsgek, spektakelstuk allemaal voorbij horen komen. Hoe zou jij deze wedstrijd omschrijven? Ja, dit was wel weer knotsgekken. Ik bedoel, die hebben we vaker gespeeld dit seizoen. Dat is ook wel bekend, maar dit uiteindelijk een mooie uitslag voor ons. Ja, het is nooit saai bij Heerenveen. Nee, vaak veel doelpunten. Dus dat ja, leuke wedstrijd denk ik om te zien. Ja, je moet je toch af en toe verbaasd hebben over de vrijheid en de ruimte die je kreeg. Want dat verwacht je denk ik niet als je naar de arena gaat, of wel? Nou, eigenlijk verwacht je dat wel. Ik bedoel, ze willen zelf voetballen. En ze gaan met veel man in de aanval. Dus dan weet je ook dat er ruimtes liggen in de omschakeling. We hebben goede spelers voorin staan die daar gebruik van kunnen maken. Dus. Ja, jij bent er één van. Het viel me op dat je veel van afstand ging schieten. Dat je dus ook twee keer daardoor succesvol was. Kwam dat ook omdat Lamproe op goal stond en niet Onana? Nee, daar ben ik niet mee bezig. Ja, als ik die bal vrij heb rond de 16 dan, en ik heb ruimte, dan schiet ik gewoon. Dus dat heeft niet met de keeper te maken. Nee. Nee, is dat niet iets waar je dan op let? Dat je denkt van, hey, Onana valt in één keer weg, Lamproe staat erin. Nou, laat ik maar iets vaker proberen. Ja, je kijkt van tevoren naar de tegenstander. Dus je kijkt wat de kwaliteiten van spelers en ook keepers zijn natuurlijk. Maar als ik rond de 16 aan de bal ben, dan denk ik niet aan de keeper. Dan denk ik gewoon in het hoekje en dan hangt hij.